We zijn aanbeland aan de slotetappe van de 69e editie van Olympia's Tour. We rijden vandaag van beek naar beek. Ja, officieel moesten we vandaag 173,4 kilometer rijden. Maar u ziet het rechtsboven in beeld. We gaan 149 kilometer door Limburg fietsen. Dat komt allemaal door het slechte weer. Dus de laatste ronde is eruit gehaald. En het slechte weer, dat is gebleven hoor. Het is 7 graden en het regent. En we finishen vanmiddag op de Atsteeg in Beek. De wind is wel iets minder geworden, maar eerst wil ik toch nog even teruggaan naar gisteren. Want dit gebeurde er gisteren in Tiel, Martijn Bunning. Hij won een paar jaar geleden hier in Limburg de Ronde van Limburg en moest gisteren helaas uit de wedstrijd stappen. En dat is een flinke aderlating voor Tour de Tietema Unibet. Want dat betekent dat ze met nog maar 2 man in koers zijn. Dit zijn ze, Joren Bloem en Jordi Bouts. 2 man in koers en dat komt omdat ook Thomas Kopecky vandaag niet is opgestapt. En dat betekent dat Nick van der Meer vandaag in de bolletrui start. En er zijn vandaag ontzettend veel bolletjespunten te verdienen. Want in de regen gaan we vele klimmetjes over. Waaronder bijvoorbeeld de Kouberg, de Keutenberg, Gulpenerberg. En we finishen op de Atsteeg. Ja, aan het begin van de koers werd nog even nagepraat van door gisteren. Hier zien we Joey van Rey, succescoach toch wel. Want hij won gisteren met Enzo Leijnsen. En dit is de erelijst. Michael Zeilaert, hij won vorig jaar de Olympia's Tour. Hij won de 68e editie. En dat was op het laatste moment. Op het laatste moment ging de trui van schouders. Wie weet dat het vandaag ook weer gaat gebeuren. Ja, het was koud in de start. Dus dan is het wel belangrijk om je benen even op te warmen. Het bleef dus die hele dag regenen. En het zorgde wel voor prachtige plaatjes. Zoals hier de mannen van Lotto Destiny. Die hebben met Liam Slok toch wel een renner waar we op moeten letten. Die heeft zich een beetje verscholen gehouden. Maar staat nog altijd 5e in het algemeen klassement. 24 seconden achterstand. Misschien moet het van deze ploeg gaan komen. Die hebben namelijk Lars Boven. En Lars Boven staat op 4 seconden van de leider. Ja, Lars Boven, ben je zenuwachtig? Een beetje, maar niet heel bijzonder. Het verschil is echt klein, hè? Ja, 4 seconden. Dus, op zo'n dag als vandaag is dat eigenlijk niks. Kan nog veel gebeuren. Wat gaat er allemaal gebeuren? Hoe pak je dit aan, zo'n etappe? In dit slechte weer, de heuvels hier in Limburg? Ik denk dat in het begin vooral gewoon overleven wordt. En dan kijken wat voor situatie er op het einde voorkomt. En kijken wat er dan nog mogelijk is in de finale. Je zei het al, het verschil is enorm klein. Ja, niet alleen met jou en de gele trui, maar ook met de rest van die top 10 en top 15 zelfs. Naar wie kijk je dan? Want het is niet alleen naar de gele trui, denk ik. Nee, ja, er zijn de meeste renners in de top 15 wel. Denk ik, de 15 is ook nog steeds op een minuut. Dus ja, dat is op zo'n dag als vandaag niet heel veel tijd. Dus gewoon zoveel mogelijk meespringen met de eerste groep. Deze weersomstandigheden, is Lars Boven fan daarvan? Ah, niet echt, liever mooi weer, maar meestal gaat het wel goed. Ja, we houden allemaal wel van mooi weer. En dat treft, want net voor de start stopte het eigenlijk wel een beetje met regenen. Nou, de zon hebben we nog niet gezien, maar het stopte in ieder geval met regenen. En deze man, die kreeg toch een hartelijk applaus van Israël, Ryan Pickerel. Gisteren was hij overigens 10e. Deze man die kon ook wel wat applaus horen. Dat was Rick Ottema. Die staat nog steeds 3e in het algemeen klassement. Rick Ottema, 20 seconden. Dat scheidt jou met de gele trui. Wat kan er vandaag nog in het algemeen klassement? Vrijwel alles. Als je de rit wint, heb je nog maar 10 seconden voorsprong nodig om klassement te winnen. En dat is al in mijn voordeel. Andere renners hebben iets meer nodig. Dus voorlopig 2 man voor me, waarbij ik sowieso in de gaten moet houden. En voor de rest alles wat achter mij staat, dat is in mijn voordeel. Maar het is moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren. Het wordt weer een zware dag en er staan nog heel veel mannen in het klassement. Dus er kan ook zo iemand die al 10e staat in het klassement nog winnen. Dus alles ligt nog op elkaar open. Zijn er dan mannen waar je extra op let? Nou, die man, die Magnus Klaas, die gisteren 2e werd, dat is ook wel een man waarmee ik in het verleden was in de kopgroep heb gezeten. En we bleven altijd met z'n 2 over, dus dat geeft wel aan dat hij wel over echt een hele grote motor beschikt. Daarnaast heeft hij ook denk ik wel 15 kilo minder aan zijn zijde vandaag. Dus die zal die heuvels misschien wel makkelijker over kunnen komen. Maar dus dat is wel een man om in de gaten te houden. Nou ja, Finibro die geeft ook de hele week al een ijzersterke indruk. En
Het is heel lastig om een voorspelling te doen, maar ja, de hele week hebben we hele zware omstandigheden gehad. En vandaag wordt ook weer een hele zware omstandigheden. Dus eigenlijk verandert het gewoon niet zoveel. Dus waarschijnlijk zien we gewoon dezelfde mannen weer van voren. En ja, wordt het in de finale beslist. En voor de derde dag op rij rijdt hij in het geel. Emil Milke Vignebo. Gaat hij dat na vandaag ook doen? Oftewel, gaat hij Olympia's Tour op zijn naam schrijven? Emil Milke Vignebo, are you nervous? I'm excited to race today. Super hard racing, different than the other days with a lot of hills in this region of the Netherlands. So ready for it and we're gonna go all in today. Do you like this region? Yeah, I actually like the way of riding here in the hills and narrow, twisty roads. Something that's normally really suits me, and also the weather here is for the hard ones. Yeah, it's for the hard ones. So I think Lars Bove is not the only one you had to be aware of. No. I mean, top 20 is within a minute, so everything can happen today. It's gonna be. I hope it will be decided. If it will be decided, like the strongest guys will ride away, and then that will decide the final DC as well. And you're one of the strongest guys. Yeah, that's my feelings, and I hope I can prove that again today. Thank you very much. De Deen rijdt dus een ontzettend sterke Olympia's Tour, maar het is nog steeds niet beslist. Enzo Leijnse hier, de winnaar van gisteren, die heeft goede benen. Dus wie weet kunnen we hem vandaag opschrijven. Praat even met Stijn Dame, een renner uit de regio. Misschien dat hij wat tips krijgt over hoe het parcours erbij ligt. Ja, Enzo Leijnse won gisteren en dat deed hij voor Magnus Bakklaris. Die won gisteren niet, want die werd verslagen door Enzo Leijnse. Kwam uiteindelijk als tweede over de streep, maar maakte wel een enorme stap in het algemeen klassement. Want Emil Milke Vignebo nog steeds aan de leiding voor Lars Bove en Rick Ottema. We zien Max Kroonen er nog tussen staan, de winnaar van de rit naar Assen. Liam Slok staat er dus tussen en die Magnus Bakklaris staat op de zevende plek. Met Matthias Bragneux er nog bij, Bram Dissel, Timo de Jong en we zagen ook nog Martins Pluto. Vlad van Mechelen, die zagen we in het begin van deze week toen die koersen echt ontzettend zwaar waren. En dat gaat het vandaag ook worden. Dat kunnen we wel zeker zijn. Het wordt vandaag weer een loodzware etappe. We hebben regen en we hebben vooral heuvels. 3, 2, 1. Ja, om 11:30 werd het startschot gegeven en gingen de 92 renners onderweg. Inderdaad, we zijn er gisteren weer een aantal verloren en was het op weg naar de beklimmer. De eerste klim zat al heel vroeg. Patrick Eddy van Team DSM, hij pakte de bergsprint op Zwijkhuizen. Dan zijn we nog maar een paar kilometer onderweg. Hij pakt dus de eerste bergpunten. We hebben 7 bergsprints vandaag. Met onder andere een paar bekende klimmetjes erin. De Gulpenberg, de Keuterberg, Kouberg, Maasberg en ga zo maar door. Beginfase veel aanvallen. Niet iedereen kwam weg. Het viel allemaal nog wel mee. Het peloton bleef aardig gesloten. Hier prachtig het kasteel Wijnandsrade. Dat was vroeger trouwens een klooster. Prachtige beelden hier uit Limburg met ontzettend veel regen op de lens. Hoor. Er is bijna niet tegen te poetsen. En hier, Koen Vermeldvoort. Wie had dat gedacht? In een bergetappe in de kopgroep. Koen Vermeldvoort, ja, hij won de afgelopen Olympia's Tour altijd wel een rit. Maar nu, ja, misschien. Het wordt een zware dag voor Koen Vermeldvoort, die overigens op pad is met een leuk groepje. Zeb Kivin zaten we daar ook. En Adam Zeeman, de renner van DSM. En dit is Koen Vermeldvoort, die nog even achterom kijkt. Zijn gouden schoenen zien we vandaag niet, want hij heeft zijn overschoenen aan. Hier zien we Zeeman, die de bergpunten pakt. Dus na zijn ploeggenoot Eddy is het nu Zeeman die de bergpunten pakt. Wil een aardige stap doen in die bergklassement. In het peloton gaat het een stukje rustiger. Er wordt een beetje naar elkaar gekeken. Het ziet er misschien rustig uit, maar er zijn toch wel aardig wat renners aan het afzien. Dat groepje van 4 man heeft ondertussen een extra renner erbij gekregen. We hebben 5 leiders op de Keuterberg. Net op die uitloper van de Keuterberg is er een 5e man bijgekomen. En dit zijn dan de 5 leiders. En dan te bedenken dat dit allemaal nog maar in die eerste 40 kilometer van de koers is. Zeeman opnieuw op de Gulpenberg. Pakt weer de punten. Kijkt achterom. De punten zijn binnen. Daar ongeveer waar de jury staat met de motor met zijn hand omhoog. En dat is het moment dat Zeeman de punten binnen heeft. En dat zijn meteen eigenlijk het beetje de laatste stuiptrekkingen van de kopgroep.
Hier zien we dat goed. Peloton komt dichterbij. Alles op een zakdoek. We hebben een groot peloton. Alles weer compleet. En dan te bedenken dat we nog maar, wat is het, 40, 45 kilometer gedaan hebben. Dit kan nog wel eens een hele lange dag gaan worden voor al die renners. Een kopgroep. 16 renners. Reden eventjes weg. De belangrijkste naam in deze kopgroep was toch wel Vignebo, de gele trui. Hij zit daar ergens in het midden, heeft zijn jasje aan. We herkennen hem bijna niet. Hij vraagt of ze met hem meedraaien. Opvallend, Rick Ottema, Lars Boven zitten niet in die groep. De Kouberg. Ja, we hoeven u niet te vertellen dat dit die beroemde bocht is in de Kouberg. En dat betekent dat we een nieuwe koerssituatie hebben. We hebben namelijk 5 man op kop. Een mooie kopgroep met Bert-Jan Lindeman, Frank van den Broek, Matthias Brenjeu, Martin Pedersen. Prachtig groepje. En tot slot de renner bij UnoX, de Noor. Dat is Sebastian Kierkegaard Larsen. Mooi groepje, 5 man. Dat ziet er wel goed uit. Lindeman, dat ziet er toch iets minder uit. Schokschouderend rijdt hij de Kouberg op. Maar ja, dat hebben we wel vaker van hem gezien. Lindeman won trouwens ooit een rit in de Vuelta, alweer een tijdje geleden. Ondertussen 33 jaar oud en rijdend voor Volker Wessels. 5 man dus, die hier in de afdaling richting weer de volgende klim. Gaan we richting de Maasberg zo. Dat is een klim die we vandaag wel vaak gaan zien. Zit in de slotfase zelfs nog op 5 kilometer voor het eind. Gaan we nog de laatste keer over de Maasberg. Dus dat gaat zeker interessant worden. We kijken even naar beelden van het peloton. Lotto Destiny daar. Ja, we hadden het vanochtend bij de start al over Liam Slok. Die dus 5e is geworden. 5e staat in het algemeen klassement. Kan nog wel heel spannend worden. Een renner die zich een beetje verscholen heeft de afgelopen dagen. Maar ja, als je 5e staat, dan doe je het toch nog wel heel goed. En dan kan je nog meedoen. Zeker, want de eerste 15 staan nog binnen een minuut. We gaan de Maasberg op. En als u goed telt, ziet u dat we er 6 stuks hebben. 6 man. Jack Rootkin Gray. Dat is een renner die we de hele week al aanvallend zien rijden. Hij is aangesloten. En dat betekent dat we de doorkomst ingaan met een nieuwe kop van de wedstrijd. Met maar liefst 6 man. Die hebben dus een voorsprong van bijna 2 minuten op dit peloton. Onder aanvoering van Jumbo-Visma. Zij rijden dus op kop van het peloton. En zij moeten ervoor zorgen dat het binnen bereik is. En dat ze binnenkomen. Jumbo-Visma voert de tempo op in dit peloton. Zien de renners van Jumbo op kop rijden. Ze hebben niemand bij deze 5 zitten. En dat kan nog wel eens een probleem worden. Wat wel duidelijk is, zij proberen de rit te winnen. Dat is het doel. Rootkin Gray in het wit. Hier zien we de namen nog. Bert-Jan Lindeman, Frank van den Boek. Matthias Brenjeu, Martin Pedersen. Die hebben we allemaal hier in deze kopgroep. En daar is dus aangesloten Jack Rootkin Gray. En we zien natuurlijk nog Sebastian Kierkegaard Larsen. 19 jaar oud nog maar. Hele jonge Noor. Rijdend voor UnoX. Op de steentjes in Limburg is het Brenjeu die de forsing voert. Dit is in de achtergrond. Zien we een aantal renners aansluiten. Zo lijkt het wel. We maken die sprong vanuit het peloton. Ondanks dat het toch wel een aardige voorsprong was. Zat zeker 1,5 minuut, bijna 2 minuten. Maken ze dus de overstap. En dat is belangrijk. Want dit is Liam Slok. Hij maakt zich opeens virtueel leider. Brenjeu was de virtuele leider. Die stond op 25 seconden. Maar Liam Slok is wat dichterbij. Ondertussen achtervolgers. Niels Sinchek uit Limburg. En Marcus Pajuur, niet uit Limburg, komt uit Estland. Terug naar het peloton. De eerste groep van de wedstrijd. De koplopers. Brenjeu daar links in beeld. Met in zijn wiel Jesse Kramer. De jonge renner van Jumbo-Visma. Rijdt sinds vorig jaar voor Jumbo-Visma. En er is hem al verteld. In 2024 rijdt hij ook gewoon voor het development team. Jesse Kramer, een ontzettend sterke renner. Die dat hier maar al te graag laat zien. Hij smijt met zijn krachten. Woont tegenwoordig in Sittard, niet ver hier vandaan. Dus dat is alleen maar mooi dat hij op zijn eigen trainingswegen kan koersen. Hij zet de groep in ieder geval onder druk. En we zien Brenjeu, die probeert terug te komen. Frank van den Broek, de jonge Nederlander, probeert ook in het wiel te komen. Maar Jesse Kramer lijkt toch wel weg te rijden. Maar in de aanval, dat moet hij bekopen. Want hij komt in ieder geval weer terug in de kop van de wedstrijd. In de afdaling. We gaan richting de Maasberg. Die prachtige berg met de Kasseien klim omhoog.
die bocht zo langs die huizen, zo omhoog. Dat levert altijd mooie beelden op. Dat gaan we vandaag ook zien. We zitten namelijk al in de diepe finale van deze wedstrijd. Frank van den Broek in het laatste wiel. Kan hij nog een aanval doen op de Maasberg? We zien ook Wessel Maurits daar voorin rijden. Dat is ook een renner die ontzettend sterk is geworden de afgelopen jaren. Wat kan hij? Wessel Maurits op kop. We zien Bert-Jan Lindeman er nog bij zitten. Niels Sinchek zat in de achtervolging, maar komt niet terug. Wessel Maurits, wat gebeurt er nou? Hij trapt door zijn ketting heen. De renner van Scorpions heeft problemen met zijn fiets. Oh, dat ziet er niet goed uit. Dat is baling. Die laatste, wat is het? 10, 5 kilometer. En dan gaat hij ook nog onderuit. Wessel Maurits, wat een pech. Dan rij je daar in die eerste groep. Bewijs je dat je zo goed in vorm bent. En dan gaat het mis. En dan los je uit die kopgroep. De kopgroep die overigens in stukken is gebroken. We zien Branje, Rootkin Gray proberen in de achtervolging te gaan op de drie man voorop. Met Jesse Kramer en ook Bert-Jan Lindeman. We zijn weer terug. Met deze zes man gaan we de finale in. We zitten in minder dan 3 kilometer van de steep. Branje, de best geplaatste. Liam Slok is weer gelost. En dat betekent dat Branje de best geplaatste is. En hij weet dat hij van achteren wordt beschermd. Maar we gaan de slotfase in. We zijn op de Atsteeg. Het is Bert-Jan Lindeman die de sprint aantrekt. Kan de 33-jarige renner van Volker Wessels hier winnen? Of wordt het de jonkie Jesse Kramer? Het lijkt erop dat Jesse Kramer gaat winnen. Het lijkt er niet alleen op. Het is zeker Jesse Kramer wint de laatste etappe van Olympia's Tour. Hij is de beste. En hier komt hij dan binnen. Liam Slok. Dat gaat denk ik net niet genoeg zijn. En uiteindelijk Wessel Maurits. Wat een pechvogel. Op de Maasberg gevallen. En in het peloton wordt er nog gesprint. Vlad van Mechelen pakt de sprint. En daar rijdt ook Vignebo in dat peloton. Maar blijdschap is er in het kamp van Jumbo-Visma. Jesse Kramer pakt hier de slotetappe. Pakt hier de koninginnenrit. En hij is er blij mee. 19 jaar nog maar. Familieleden zijn allemaal naar de Atsteeg gekomen om hem aan te moedigen. En dat heeft geholpen, want hij wint hier de etappe. En de uitslag, die hebben we hier voor u. Jesse Kramer wint dus voor Martin Pedersen. En Frank van den Brink zien we op de derde plek. Een mooie top 10. Want ook Jack Rootkin Gray zien we staan. Bert-Jan Lindeman, Matthias Branje, Liam Slok, Wessel Maurits, Alexander Salby. En uiteindelijk tiende wordt Lars Homan, die eindigde in het peloton. Die finishte net achter Salby. Een mooie top 10. Een top 10 waar we nog vaak naar gaan kijken. Want Jesse Kramer wint hier voor Martin Pedersen. En dat is dus die kopgroep die we dus hebben gezien. Winst was er dus voor Jesse Kramer. Laten we eens gaan luisteren wat hij te zeggen heeft. Ja, ik ben echt super blij. Ik had heel deze week een beetje pech. En dan, ik voelde me wel heel goed. Dus super mooi dat ik het in de laatste etappe kan afmaken. Wat een finale zeg. Ja, het was echt super zwaar met de regen. En het is wel heel mooi, want ik woon hier dichtbij in Sittard. Dus een beetje een thuiskoers voor mij. Ja, en de regen maakt het super zwaar. Dus dat was wel mijn voordeel, denk ik. Hoe ging dat in die finale? Want je reed naar die groep toe, hè? Ja, er zat niemand van ons mee. Ik dacht, ik moest erheen. Moest iemand van ons naartoe. Dus ik kreeg een gat en toen kwam ik erbij en eigenlijk de laatste ronde een beetje gegokt en niks op kop gereden. En dan op de Snijdersberg het groepje uitgedund. Voelde ik wel dat ik een van de sterkste was, dus ik durfde wel te gokken op mijn sprint. Ja, want hoe ging die sprint? Bert-Jan Lindeman die ging van vrij vroeg aan, ik zat in tweede positie. En ik kon gewoon naar zijn wiel rijden en er overheen gaan. En ik dacht, ik moet het gewoon nog een tandje erbij doorgaan tot de finish. En dat was genoeg. Jesse Kramer wint hier dus de koninginnenrit van Olympia's Tour voor Martin Pedersen. Broertje van Mats Pedersen en Frank van den Broek. Hij wordt derde hier in deze regenachtige editie van Olympia's Tour. En dit, wij kennen hem ondertussen, Vignebo. 3 dagen lang had hij het geel, maar die moet hij vandaag afstaan. En of hij nou teleurgesteld is of niet, hij moet hem in ieder geval afstaan aan Branje. Matthias Branje, dat is zijn ploeggenoot en daar moet hij hem aangeven.
Nick van der Meer, die moet zijn trui ook afstaan. Hij had de bolletjes trui aan, maar ja, ook die gaat naar Branje. Branje wordt de grote slokop in deze Olympiastour. Hier zien we hem samen met Vignebo, de oude gele trui en de nieuwe gele trui. Wat hebben ze een mooie week gehad. Ja, yeah, we had a decent way to start with Emil in the leaders jersey and me still quite close in the GC. And we didn't want to be put under the same pressure as we was yesterday, where we had to work a lot. So we wanted to do the race from the front, and that's why we put me in the attack. We got quite a big gap. I was a bit surprised by that. But then the groups came. The composition of the group changed a little bit. And when Liam came up, I just sat on his wheel. And then in the end I was able to drop him. En we kunnen wel zeggen dat dit een zware koningenrit is. Dat zien we ook aan het algemeen klassement. Er zijn bijna geen plekken meer hetzelfde. Matthias Branje wint dus voor Liam Slok. 14 seconden verschil. Jesse Kramer wint vandaag de etappe en wordt derde. We zien Rutkin Kree. Vignebo wordt uiteindelijk vijfde. En Lindeman zien we nog op de zesde plek. En hij stond vanochtend nog in het geel. Maar Vignebo is die trui nu kwijt. How do you feel when you lose the yellow jersey, but you lose it to a teammate? That's definitely... I feel good. That's for certain. When he was out there, I knew he was best in GC, but then they attacked me like all the time on the local laps here, the final laps. And then in the end, Liam Slok went away, countered me after I closed Lars Boven down, and I couldn't go with him. And then I just hoped that Matthias would beat him in the final, and luckily he could manage to do that. So, whew, I'm really relieved that he took it. Was it a plan to sent Matthias in the breakaway? Yeah, we talked about that could be a scenario because I was so marked. I couldn't go. Even though I felt good, then they were all over me. And in the end, they also attacked me. So I think I could have defended it if we have went to the finish in a big group. But this way is also beautiful, and I'm really happy for Matthias. And now a big party at Leopard. Now we go home to Denmark for 10 hours in the car. That's how it is to be continental team, but yeah, for sure we will celebrate on the way home. And last year we lost the GC on the last day, so we were really under pressure as well today, but luckily we could finish it off. Geel is er dus voor de ploeg Leopard Tocht. Branje pakt het geel voor Liam Slok en Jesse Kramer. En ondanks dat het nog steeds regende, was er zeker publiek. En die zagen ook dat de bolletjestrui naar Branje ging. Dubbel feest dus bij Leopard. Pakken deze week de gele trui en de bolletjestrui. Groen was er voor Lars Boven. Hij stond derde in het algemeen klassement, maar zakte. Dus, hoe ging die finale voor jou? We hadden natuurlijk dat kopgroepje waar Jesse in zat. Hoe ging die finale voor jou? Jesse was weggereden, dus wij deden niks meer van achter. Dus gewoon volgen en toen... uiteindelijk kwamen we hier met het peloton aan. En dan hoor je dat je ploeggenoot gewonnen heeft. Ja, dat is mooi om te horen. Bouw je dat niet een klein beetje dat ja, jullie laten, dus jullie beschermen de vlucht van Jesse Kramer. Dan weet je eigenlijk, ja, dat is mijn klassement om zeep. Ja, wel een beetje natuurlijk, maar als Jesse dan wint, dan is dat goed. Is de groene trui dan een troostprijs? Nou, de groen maakt me niet zoveel uit. Mooi dat Jesse gewonnen heeft vandaag. En dit zijn de leiderstruien na de 69e editie van Olympiastour. Het wit is dus voor Jesse Kramer. Lars Boven neemt het groen mee naar huis. Rood is voor Jack Rutkin Gray. En uiteindelijk de geel en de bolle voor Matthias Branje. En met dat sluiten we hier af. Vanuit Beek, tot volgend jaar bij weer een nieuwe Olympiastour.